Lau Mazurel, dat was een advocaat. Ze kwam op voor de homorechten en ze kwam op voor de woonwagenbewoners. En laat hier nou net een kamp zijn in Delft. We gaan even kijken. Als je naar binnen gaat, moet je de schoenen uit. Het is lekker ruim hier zo. Ik heb er altijd met vier kinderen ingewoond. Nu op het moment nog twee. Vier kinderen? Ja. Dat is toch ook wel iets van kampers, hè? Behoorlijk wat kinderen. Ja. Ik hoorde net oma Jan. Die is er een van de 17. Ja, klopt. Helemaal. Ja, dan konden we vroeger niet allemaal in de woonwagen. Nee. Nou, zijn ze goud en nou kent het wel. Ja, dit... de jongens sliepen onder de wagen, de meiden binnen. En zo werd dat... geregeld. Er werd veel gereisd. Ja. Kan ook niet meer. Nee. Maar is dat jammer of niet? Of heb je zoiets van, ik vind het eigenlijk wel lekker zo hier? Nee, ik vind het eigenlijk wel lekker. Ik heb niet zo dat dat zou moeten. En die kennen ergens mij. Als ik hier nou wegga, zeg maar bijvoorbeeld, dan kan ik hier niet meer terugkomen om te gaan staan. Want er staat er gelijk een ander. Ik heb in een huis gewoond. Nou, ik heb een keer in een huis gewoond, geprobeerd. Nou, bij mij hoeft het niet. En waarom niet? Wat is er mis aan een huis? Een huis? Dan loop je in een tuintje. Zo. Ik weet het niet. En als je voor de deur gaat lopen, loop iedereen te kijken. Ik heb een huis gewoond, liep ik buiten. Ik kon niet uithouden binnen. Nou, kijken mensen altijd een beetje raar aan tegen kampers, hè? Ja. Is dat terecht of niet? Nee, ja. Kijk, je moet zo bekijken. Onder jullie mensen zit ook een verkeerde mensen. En bij ons ook. Zo zit het. Maar daar kun je niet iedereen voor aankijken. Nou, je hebt natuurlijk wel de verhalen en de programma's wie je ziet. Dat je woonwagenbewoners met de glittertjes en de pailletjes. Zo is het hier niet. Dus jij bent eigenlijk een hele moderne kamper. Ja. Terwijl als ik met Jan praat, dan denk ik van die is heel traditioneel nog. Ja, maar die is ook wat ouder, hè? Als ik hier eruit heb, ik loop de hele dag buiten. En als ik niks te doen, dan pak ik mijn paarden uit de stal. Dan ga ik wat doen. Je paarden nog steeds? Paarden, ja. Daar ben ik in geboren. Wat een mooie. Hey Jan, bedankt dat we even mochten komen kijken. Hey, dag. Jullie ook bedankt. Ja, kijk hè.